Mel, zout, gist, ai, alguien, paprika, olie, tonijn, tomatenpuree. Waarom water? Menen de gist in, tot het allemaal los wordt. Dat is klaar. Doe maar mee hier de eieren. Doe maar mee ook een klein beetje olie. En daarna komt het water met de gist. En mijn naam is allemaal. Empanada. Dat is een traditioneel eten van Galicia. Die kennen ze normaal in Spanje, overal, hè? Maar komt uit rijk van Galicia. Ik ben geboren in Vigo, in een kleine dorpje van Vigo. Ik kom uit het gezin van mijn moeder en mijn oma. Mijn vader was emigreerde. Dat heb ik niet gekend, want ik kom nooit meer terug. En ja, was er normaal als ik kind ben. Mijn moeder werkte, mijn oma was thuis. Ik zit altijd met mijn oma. De situatie was heel moeilijk, waren wel arme mensen. Ik was een kind, soms luister ik niet naar mijn oma. En dan ga ik op een school van nonnes. Dat is om de deeg goed te zitten. Zo lekker een broodje, heel lekker rond. Dus doen we een beetje mel in. Die hier, dat gaat me zo te doen. Daarna pak ik me een mes en maak me een beetje open. Doet me hier zo een kruis, dan gaat die allemaal open. En nu is klaar de deeg. Maak hem allemaal goed gesloten door een warme doekje. En dan laat hem staan op een hoekje in de keuken. Dat is over een uurtje. En nu beginnen we met de ingrediënten. Een school van nonnes. Daar heb ik op gezeten bijna 2 jaar. En toen kan ik mijn pusieron a servirlas a elas. Y topé que la comida mía era unas lentejas medio podres. Y ellos comían polo asado, pues, rico con un cheiro divino. Pues, cuando terminé, pues, yo cogí un trozo de aquel polo que sobraba y fumé a mesa y sentéme a comer. A madre superiora enfadouse mucho, mucho conmigo y castigóme. Y cuando me llevaban fuera del comedor, a mí solo se me ocurrió de decirle: si Dios es igual para todos, ¿por qué motivo no comemos nos la misma comida que comedes vos? O sea, una diferencia aina entre los curas, las monjas y nosotros pobres. De vuelta que dará otro joya, en el que se va a ser julio donde estudieren, en el que vil graag estudieren, y que vil doorgaan. Con mi madre he met de nonnes gepraten y he gekozen voor andere school. En begina, mijn moeder denkt ook dat ik in Galicië was. Maar op het laatste moment ontdekte me dat het was in Valencia. Dat is ongeveer 1000 kilometer van Galicië. Nou, dan zit ik in Valencia. En dat ontdek ik dat ik in plaats voor naar school ga ik bij een andere familie. En daar begin ik te werken voor huis en op het plantenland. En zo is gegaan, ja, jaren, en dat, die leven wil ik niet. En dan begin ik te protesteren ook. Beginnen bepaalde dingen zelfs stond te doen. Hij accepteerde dat niet, ik wil terug met mijn moeder. Maar dat lukt niet, omdat daar hun waren zeg maar, mijn ouders daar. 7 à 8 jaar ben ik geen contact met mijn moeder te hebben. Doordat hun wil ze helemaal niet. En als ik schreef, hoe pakken ze die brieven en dan gaan ze niet door te sturen.
En dan heb ik geprobeerd en met mijn moeder teruggegaan. En dat kostte wel jaren. Moeten hun wil ze niet mee losmaken. En rekenen maar met de zout, want de paprika kan maken de eten altijd ook een beetje zoet. Hier, de ui is allemaal zacht. En dat doen we met een grote lepel puree tomaat. Meenemen. En nu geven we een beetje rood poeder paprika. En roeren we weer. De vuur doet me uit. En dan gaat de tonijn in. Foi un tempo para min moi malo. Eu sou católica, e sigo sendo católica, e creo en certas cousas, pero iso marcou moito a miña vida en moitas cousas, pois voto-me en contra, fajo cousas a veces que as demais persoas din, pero por que faz así? Pero é todas esas vivencias miñas que me fixeron de, quizá diferente de outras persoas. Jama menú en veche me estroie, zo. En dan gaan we met de deeg in twee. Olie op de schaal. Zo. En daarna doen we een beetje mel, zo. De deeg in. Antonio, puedes tú abrir? Hola. Pues muy bien, ¿y tú? Qué cosa más rica. Vaya un cacho empanada muy grande. De la que ir leje. En de Heidi. Andres tú que fan de deig. En nu gaan we met deeg maken. Maak me in de midden een gat. Dat is om die vocht wat de binnen krijgen eruit als je in de oven zit. Daarna met een vorkje doen we me allemaal geprik. Zet me zo ongeveer in de middel en laat hem ongeveer 10 minuten. Dat is een beetje olie en dan gaan we met zo te doen. Dan krijg je een heel lekker bruine kleurtje. En dan gaat het terug naar de oven. Nog ongeveer 10 minuten. Gaan we die empanada uit de oven, moeten kijken wat lekker bruin is.